Elk kwartaal, dan is het zover. Dan zit Toet Economisch Nederland, zeg maar, deze dames en heren voor hun laptop en voor hun tv. En dat allemaal voor één bijzonder fenomeen. Waar heel Nederland zich ver verzamelt voor de finale van Bors op Vrouw, zitten alle economen van Nederland te wachten op één bijzonder cijfer: de economische groei. Voor de diehards het BBP. En neemt deze economische groei toe? Dan is het feest. Dan is er vooruitgang. De economie groeit weer gestaag. Je ziet dat het herstel er nu echt is. Nederlandse groei is op dit moment uh, ruim het dubbele van de groei in Europa als geheel. Hebben we krimp, dan zijn we in mineur. Opvallend is dat de Nederlandse economie het van heel Europa het, het slechtste doet. Die krimp bij ons in het derde kwartaal komt uh, stevig aan. Dus uh, ja, het is echt minus nu. Kortom, economische groei zoals we dat nu meten, zien we als vooruitgang in de samenleving. En of dat helemaal terecht is, bespreek ik met de hoofdeconom van de Rabobank... Hans Stegeman. Meneer Stegeman, wat meten we precies met het BBP? Het BBP is eigenlijk niks anders dan ja, wat wij dan noemen de toegevoegde waarde van goederen en diensten zoals die geproduceerd worden in een land. En dat betekent dus uh, de kaas die je koopt, maar bijvoorbeeld ook de kosten voor de crash. Dat is behoorlijk wat. Maar wat meet je dan precies niet? Nou, we meten ook heel veel niet. Eh, we meten niet alle, alle gratis informatie op internet. Hè. Dus als je iets gratis... dat meten we allemaal niet. De luchtkwaliteit meten we niet. Hoeveel bomen er zijn in Nederland. Hoeveel vissen er zijn. Maar wel als we een vis kopen of een vissenkom kopen. Eh, de kwaliteit van onderwijs meten we niet. En iets als inkomensongelijkheid bijvoorbeeld? Uh, nee, nee. Vermogensongelijkheid? daar doen we niks mee. Nee. Laten we even een testje doen. Uh, als er de volgende zaken gebeuren... Stijgt het bbp dan of daalt hij? Dat is de mm -hmm. vraag. Oké, okay, ik eet elke dag vettige hamburgers en friet bij de McDonald's. Ja, dat is hartstikke goed een stijging. Een stijging voor het bbp. Ja. Oké, okay, en dankzij dit uh, eetpatroon word ik heel erg ziek. Ik krijg een hartaanval en ik kom in het ziekenhuis terecht. Stijging. Ja, dat, dat, dat is een stijging, hè? extra. Ziekenhuiskosten. Van al deze shit die in mijn leven uh, uh, staat te gebeuren, word ik heel erg depressief. Moet ik naar de psycholoog? Goed, een stijging? Okay. Ja. Dankzij al deze gebeurtenissen ga ik mijn leven nog eens overdenken. Nah, ik ga het helemaal anders doen. Ik ga gezonder en beter leven. Ik ga via deelplatforms spullen lenen, bijvoorbeeld. Ja, dat is wel leuk voor jou, maar voor het bbp slecht nieuws. Dat is een daling. Van het een daling. BBP. Ja. Ik ga minder uit eten en ik hou groenten uit mijn eigen moestuin in plaats van uit de supermarkt. Dat is vast heel gezond voor jou, maar ook weer een daling van het bbp. Ik maak mijn huis klimaatneutraal. Ja, dat is wel vervelend, want dan ga je minder gas en minder energie kopen. Dus dat is weer een daling van het BBP. Oké, okay, de laatste. Ik breng al mijn CD's naar de kringloop en ik ga Spotify luisteren. Ja, dat is natuurlijk. Weer, je gaat geen nieuwe CD's meer kopen. Dus ook weer een daling van de BBP. Okay, dit is een super vet gemeste ongelukkige hartpatiënt. Zien we als vooruitgang. En in dit geval dus beter voor de BBP. En een enorme gezonde, duurzame en digitale consument is eigenlijk slecht voor het BBP, voor de economische groei zoals we die nu meten. Ja. Maar waarom is dit dan zo'n houvast voor politici? Want het is niet alleen de economen hè, die met hun neus voor de televisie zitten als dit naar buiten komt. Ook de politici zitten erop te wachten en juichen als uh, er economische groei is. Ja. ja, dat hebben we de afgelopen tijd weer gezien. Hè. Dat, dat uh, het kabinet zegt van de economie groeit weer. En dat hebben wij gedaan. En dat is ook helemaal niet zo raar dat ze zo denken, want zo zijn ze ook opgevoed hè? door onder andere het Centraal Planbureau, dat elke keer weer, ook nu weer, de verkiezingsprogramma's gaat doorrekenen met als belangrijkste cijfer wat doet het met de economie economische groei. En terwijl we allemaal weten, eigenlijk echt wel weten, zeker na de verkiezingen in Amerika en in het VK, het gaat niet om economische groei. Het gaat om wat die kiezers voelen, wat ze zien in hun inkomens en wat ze uiteindelijk merken van het beleid, ook aan het eind van de maand in de portemonnee, maar ook... Qua sociale en, en duurzaamheidsaspecten. Want wat voelen die kiezers dan nu? Gaat het qua inkomens uh, beter als de economische groei. Uh, Afgelopen jaar ging het iets beter, maar de, de jaren daarvoor de, heeft de gemiddelde Nederlander nauwelijks iets gemerkt van vooruitgang. Precies zoals in de Verenigde Staten en precies zoals in het Verenigd Koninkrijk. En dat is ook niet zo raar dat kiezers dan ontevreden worden. Want dan kunnen wij wel denken: die economie groeit weer, maar daar hebben kiezers toch niks aan: aan een groeiende economie. Die willen. Ofwel hun koopkracht zien stijgen, ofwel dat de zorg beter is, ofwel dat ze gewoon gelukkig kunnen zijn omdat ze lekker in de natuur kunnen lopen. En dat zit niet in dat BBP? En dat zit allemaal niet in het BBP. Meneer Steegeman, het is 2016. Waarom is dit nog niet veranderd? Hebben we hier nog geen knappe koppen naar gekeken hoe we hier iets aan kunnen doen? Hier hebben we een heleboel knappe koppen naar gekeken, al, al 40 jaar lang, want dit probleem is natuurlijk helemaal niet nieuw. Ja. Maar het lukt maar niet. Om die alternatieven die er echt zijn, OECD, je hebt een hele knappe kop in Frankrijk, Nobelprijswinnaars die ernaar gekeken hebben, om dat, om dat idee of die alternatieven echt bij de politiek te krijgen. Maar, wat, maar, maar het kan dus wel anders. Het, het kan zeker anders. Wat, wat stelt u dan voor? Mij lijkt het veel verstandiger dat we met z'n allen een keer bij elkaar gaan zitten, ook zoals we afgelopen jaar ook in Nederland weer hebben gedaan, en dan eens een keer besluiten om. Echt een alternatief te maken, wat dus ook uh, gezondheid, welzijn, so de sociale kant, maar ook de ecologische kant, dus de duurzaamheidskant van vooruitgang, van welvaart meeneemt. En dat we daar één indicator voor maken en die ook gaan voorspellen. Kan je al die dingen, de bomen en de vissen en dergelijke waar u het in het begin over had, kan je dat wel allemaal in één indicator zetten? Wij kunnen ook hamburgers en de psycholoog bij elkaar optellen. Het is heel makkelijk. Alleen, wij denken dat we dat niet kunnen, omdat we dat nooit gedaan hebben. Maar dat is net als met de geschiedenis van het BBP, dachten we in het begin ook. Dat kan niet. Dat kan hartstikke goed. Maar uh, al die knappe koppen, die zijn er dus nog niet uitgekomen tot nu toe? Die zijn er wel uitgekomen. Alleen, men wil het nog niet, omdat men denkt: economische groei, dat is handig. Dat kennen we. Laten we daar maar lekker aan vasthouden. Oké, okay, maar wie moeten we nu appen, twitteren? Mailtjes sturen als we willen dat dit verandert. Nou, We zouden in Nederland kunnen beginnen na naast alle politici ook de directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau, Kim Putters, en de directeur van het Centraal Planbureau, Laura van Geesten, te spammen. Oké, okay, ja. we gaan met z'n allen spammen.